even een kijkje nemen in de keuken van Plateau Girls Secondary School, een kostschool voor meisjes op het platteland van Kenia. Het is niet moeilijk om de keuken te vinden. De rook walmt aan alle kanten naar buiten. De kokkin is net bezig om de jiko aan te steken. Een jiko is niets meer dan een paar stenen met een vuurtje ertussen waar een pan op kan staan. Dan is het tijd voor de lunch. De pannen worden buiten gezet en in een lange rij komen de meiden één voor één langs met hun bord. Iedereen krijgt wat opgeschept. Een cafetaria half in de open lucht dus. En nu in deze tijd van het jaar is het droog. Maar hoe gaat dat als het regent? Dat zullen we ze zomaar eens eventjes vragen. Yo ladies, what is on the menu today? Rice and beans. Kideri? No, rice and beans. Rice and beans. So why are you just standing there and eating? You don't have a dining hall or something? Yes, we don't have any snacks and veggies. So you are always eating like this? Yes. And when it's raining? We just stand outside here. Dit was voor onze stichting de aanleiding om deze school te helpen met de bouw van een nieuwe keuken.